Vandaag ga ik je vertellen over drie Victors. Drie Victors, personages uit drie verschillende boeken. Uitgangspunt van vandaag is dit boek. Deze klassieker, Frankenstein van Mary Shelley. Frankenstein is een zogenaamde gothic novel uit 1816. Een echt griezelverhaal dus, ook een beetje science fiction. Al bestond die term toen natuurlijk nog helemaal niet. Over het ontstaan van het boek vertel ik je later in de video iets meer. Frankenstein is, ja, zoals in tegenstelling tot wat de meeste mensen misschien denken, niet de naam van het monster, maar de naam van zijn schepper. Het is namelijk Victor Frankenstein, Dr. Victor Frankenstein, die dat monster in elkaar heeft gezet. Victor Frankenstein is een jonge medische student die helemaal geobsedeerd is door het scheppen van leven. Hij wil een mens scheppen. Nou, hij gaat aan de slag. Beetje eng, creepy allemaal. Hij schuimt lijkenhuizen af. Hij duikt in allerlei graven op kerkhoven om overal ledematen vandaan te halen, menselijke onderdelen. Die sleept hij vervolgens mee naar zijn laboratorium, ergens boven op een zolder. En hij naait al die onderdelen in elkaar tot één enorme manspersoon van 2 meter hoog. Nou, die brengt hij dan inderdaad tot leven. Maar ja, op het moment dat dat monster dan daadwerkelijk zijn ogen opendoet, schrikt Victor zo erg van wat hij gedaan heeft en wat hij gemaakt heeft. Hij is zo vol afschuw dat hij al gillend het pand verlaat. Als hij dan later weer terugkomt in zijn laboratorium, is het monster natuurlijk gevlogen. Het verhaal in het boek wordt eigenlijk verteld als een grote flashback. Het begint op de Noordpool. Victor Frankenstein en het monster die achtervolgen elkaar al heel lang over de hele wereld en uiteindelijk komen ze op de Noordpool. Victor Frankenstein wordt daar opgepikt door een boot van een ontdekkingsreiziger en aan die reiziger, Walton genaamd, vertelt hij dan zijn levensgeschiedenis en de geschiedenis van dat monster. Nou, dat monster is in eerste instantie helemaal niet zo'n monster. Hè. Die gaat dus zwerven door de wereld en is van binnen eigenlijk heel vriendelijk en een beetje schuchter ook. Bij toeval vindt hij ergens een stapel boeken en hij leert zichzelf lezen, hij leert zichzelf spreken. Maar hij is dus heel vriendelijk en hij wil heel graag contact maken met mensen. Maar ja, je raadt het al, hè. Zodra hij zich ergens laat zien, slaat iedereen op de vlucht. Iedereen vindt hem afschuwelijk. Of mensen worden heel agressief en willen hem neerslaan. En dus helaas, die vriendelijkheid die draait om en verkeert in haat. Haat tegen de mensheid en vooral ook haat jegens zijn schepper, jegens Victor Frankenstein. Dat monster verandert dus echt in een echt monster en die slaat ook aan het moorden. Hij vermoordt alle geliefden van Victor. Hij vermoordt zijn broertje, hij vermoordt zijn vrouw, hij vermoordt zijn beste vriend. En hij achtervolgt hem overal. Op een gegeven moment, als Victor en dat monster elkaar ergens tegenkomen, dan vraagt hij aan Victor of die voor hem een vrouw wil maken. Goed, Victor gaat daar eerst in mee. Die gaat weer aan het ledematen zoeken en die naait een vrouw in elkaar. Maar op het moment dat dat lichaam klaar is, stuit dat hem toch verschrikkelijk tegen de borst. En hij pakt dat lichaam en hij brengt het naar zee en hij gooit het weg. Nou ja, dan is het natuurlijk het hek van de dam. En vanaf dat moment zijn ze eigenlijk, Victor en het monster, in een voortdurende jacht op elkaar verwikkeld. Aan het eind van het verhaal, dan zitten ze dus op de Noordpool. Victor sterft uiteindelijk, na het vertellen van zijn verhaal, sterft aan boord van dat schip van Walton. En als hij is overleden, dan komt het monster aan boord bij Walton, die heeft spijt, hij betuigt zijn spijt van wat hij Victor en alle mensen heeft aangedaan. En hij gaat weg, hij zegt dat hij zelfmoord pleegt en ja, hij verdwijnt voorgoed. Ja, dit monster, dat is dus eigenlijk in beginsel helemaal geen monster. Hè. Het is een vriendelijke natuur, maar hij wordt gewoon slecht gemaakt
door de slechtheid van de mensen, door de afkeer en angst van de mensen. Daarom wordt hij uiteindelijk wat hij is. En dat is natuurlijk een groot verschil met de films die we allemaal kennen. Ja, er zijn natuurlijk heel veel films gemaakt naar aanleiding van dit boek. Ook een groot verschil met de films is, denk ik, dat in die films Victor Frankenstein vaak wordt neergezet als een of andere enge, dolgedraaide geleerde. Hè, die daar op zijn zolderkamer met bliksemschichten in de weer is om daar dat monster te creëren. Maar hij is in het boek eigenlijk een hele aardige, vriendelijke, een beetje idealistische medische student. Hoewel natuurlijk dit hele idee van het scheppen van zo'n enorme manspersoon wel een beetje weird is. Hè? Dat is dan wel weer waar. Nog een ander verschil, denk ik, met de films is dat het in de films echt draait om het scheppen van dat monster. Hè? Het is echt de horrorstory dan. En in het boek ligt de nadruk veel meer op het feit dat Victor als schepper geen verantwoordelijkheid neemt voor die man die hij gemaakt heeft. En dat monster wat hij gemaakt heeft. Het gaat dus eigenlijk ook om het onvermogen om om te gaan met datgene wat je veroorzaakt hebt, wat je gemaakt hebt. Even de belangrijkste thema's uit dit boek. Natuurlijk in de eerste plaats de hoogmoed, hè, hybris. Victor beschouwt zichzelf toch ergens als een soort van god. Hè. Hij wil het leven scheppen, menselijk leven scheppen. Er is natuurlijk het thema van angst voor het vreemde. Angst voor de vreemdeling. Angst voor alles wat anders is. En ook het thema van schoonheid. Lichamelijke schoonheid speelt een rol. Wat is schoonheid eigenlijk? Wat is lelijkheid? Waarom gaan wij er altijd van uit dat mensen die lelijk zijn ook slecht zijn. Hè? Dat, ik bedoel, schurken in films zijn vaak lelijk en dus schurk. En eigenlijk zijn dit allemaal thema's die je heel goed terug kunt vinden in de actualiteit. Ik bedoel, het scheppen van leven, ja, daar zijn we nu natuurlijk ook heel erg mee bezig. Hè? Al het DNA-onderzoek, embryotechnologie. We zijn bezig met het verlengen van leven. We willen steeds ouder worden. Hoe ver kun je daarin gaan? Lichamelijke schoonheid, nou ja, kijk maar op Instagram. Schoonheidsidealen die daar voorbij komen, waar we dan met z'n allen aan willen of moeten voldoen. Angst voor de vreemdeling. Nou ja, hoe actueel wil je het hebben? Hè? Dan de tweede Victor. Die vinden we terug in dit boek. Frankenstein van Janet Winterson. Dit was een van mijn favoriete boeken van vorig jaar. Ik vond het echt geweldig. Heel goed verhaal. Spannend ook. In dit boek zitten twee verhaallijnen in elkaar afwisselende hoofdstukken. Je hebt in de eerste plaats de verhaallijn in het verleden. Daar begint het eerste hoofdstuk mee. En dat gaat dus over Mary Shelley en haar gezelschap. En gaat met name over het ontstaan van het boek van Mary Shelley, Frankenstein. Mary en haar man Shelley en de dichter Lord Byron en nog wat andere figuren die zitten aan het meer van Genève in een of ander pension en vervelen zich daar te pletter. Dat is dus in 1816. Het regent de hele dag en ze weten niet wat ze moeten doen. Dan besluiten ze om elkaar spookverhalen te gaan vertellen. Want ze zijn allemaal stuk voor stuk heel erg bezig met geesten, met bewustzijn, met de ziel, al dat soort zaken. Het leven na de dood. En vooral Mary is daar heel erg in geïnteresseerd. Dus zo ontstaat eigenlijk het idee voor dat verhaal van Frankenstein. In het tweede hoofdstuk komt dan dus de tweede verhaallijn en dan zitten we in het heden. De hoofdfiguur daar heet Ry Shelley. Waarbij Ry dan niet kort is voor Ryan, maar Mary. Want Ry is een transgender. Of eigenlijk zoals hij zelf zegt in het boek, een hybride. Hij is allebei. Hij is van boven man en van onder vrouw.
Deze Rye Shelley krijgt een relatie met een wetenschapper, met een Victor Stein. En die Victor Stein is, je raadt het al, heel erg geïnteresseerd in het scheppen van leven, het verlengen van leven, het menselijk brein, cryogenetica, dus het invriezen van mensen na de dood, in de hoop dat ze dan later ooit weer tot leven gewekt kunnen worden. Ja, Victor die valt dus helemaal voor de figuur van Rye Shelley, omdat hij volgens Victor zichzelf gevormd heeft, zichzelf heeft uitgevonden. Hij heeft lichaam en geest helemaal in balans gebracht, zegt Victor. En dat zou eigenlijk iedereen moeten kunnen doen. Nou, deze Victor Stein is dus wetenschapper. Hij houdt zich vooral bezig met het menselijke brein. En wat hij eigenlijk wil is het menselijk brein, alle ideeën, alle gedachten die daarin zitten, een soort digitaliseren, uploaden. Zodat hij dat hele brein kan transplanteren in een ander lichaam. Of zelfs nog kan transplanteren in een niet-menselijk lichaam. Hier wordt het ook wel een beetje een horrorstory, dit verhaal. Victor Stein heeft namelijk een laboratorium, echt een hele creepy plek, onder Manchester. Daar zit een soort van nucleaire bunker, een verlaten bunker met allemaal gangen en trappen. En daar zitten allemaal kamers in. Er zit één kamer bijvoorbeeld vol met menselijke handen die daar rond kruipen als een soort spinnen. Er is zelfs een kamer met heel veel grote spinnen. Nou ja goed, allemaal van dat soort enge dingen vind je daar. Creepy dus. Dit boek is om te griezelen af en toe, maar ook heel erg om te lachen. Er komen best wel hilarische dialogen en hilarische situaties in voor. Met name door één figuur en dat is het personage van Ron Lord. Ron Lord heeft zijn tegenhanger eigenlijk in Lord Byron, hè, in die andere verhaallijn in het verleden. Het zijn allebei een beetje op seks beluste mannen eigenlijk. En Ron Lord is een vertegenwoordiger of een verkoper eigenlijk van seksrobots, vrouwelijke seksrobots die heel erg lijken op echte vrouwen en die ook kunnen spreken. Maar ja, dat zorgt voor allerlei idiote verwikkelingen. Er zitten heel veel overeenkomsten dus tussen de twee verhaallijnen, tussen het verleden en het heden. Dat kun je al zien aan de namen. Mary Shelley, Rye Shelley, Victor Stein, Victor Frankenstein, Ron Lord, Lord Byron. Nou, er zitten nog veel meer overeenkomsten in. Wat ook heel knap gedaan is door de schrijfster, is dat ze alle gebeurtenissen die in het verleden voorkomen, dat die in het hoofdstuk daarna ook weer gebeuren. Mutatis mutandis natuurlijk, in het heden. Dus dat zit heel knap in elkaar verweven. Belangrijke vragen, thema's in dit boek zijn onder andere, nou ja, wat ik al noemde, genderfluiditeit, menselijke identiteit versus kunstmatige intelligentie, in hoeverre kun je beschikken over je lichaam, over je eigen lichaam of over dat van anderen, hoe ver kun je gaan, mag je gaan in het scheppen van leven, in het verbeteren van leven, in het verlengen van leven. Wat is de ziel eigenlijk? Wat is bewustzijn eigenlijk? Kan het bewustzijn bestaan buiten het lichaam? Dat is natuurlijk datgene waar Victor Stein het meest in geïnteresseerd is. Ik zei het al, ik vond het een geweldig boek om te lezen. Ze schrijft ontzettend goed. Je snelt er doorheen. Heel knap ook hoe Winterson feit en fictie verweeft in dit boek. Er komen heel veel figuren en instanties in voor die in werkelijkheid ook geleefd hebben of bestaan hebben of bestaan zelfs. Eentje wil ik er even noemen, dat is de Alcor Life Extension Foundation. Dat is een instituut voor cryogenetica. Daar ontmoeten Rye Shelley en Victor Stein elkaar. En daar worden dus mensen ingevroren, hè, die dan later weer tot leven hopen te komen. En dat instituut bestaat dus echt. Dat bestaat in Amerika en je kunt je inderdaad nu al laten invriezen. Weird. Ook heel gaaf is dat Winterson niet alleen feiten en fictie met elkaar verweeft, maar ook fictie met fictie. Zo is er bijvoorbeeld
de ontmoeting in het boek tussen Mary Shelley en haar romanpersonage Victor Frankenstein. Die ontmoet ze op een gegeven moment in een krankzinnige gesticht. Dus werkelijkheid en fictie loopt de hele tijd in dit verhaal door elkaar heen. Wat is nou verhaal en wat is echt? De laatste Victor, de derde, die zit in dit boek, De Engelenmaker van Stefan Breys. Ook dit was trouwens een van mijn favoriete boeken vorig jaar. Prachtig, prachtig verhaal. Dit boek is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel komt dokter Victor Hoppe na jaren weer terug in zijn geboortedorp Wolfsheim. Hij is niet alleen. Hij gaat weer wonen in zijn oude huis, in het huis van zijn ouders. En hij heeft bij zich een geheimzinnige drieling. Drie kleine jongetjes, identieke jongetjes. Die ook heel erg op Victor lijken, hebben rood haar, hebben alle drie een hazellip, net als Victor. En ze heten Michael, Raphael en Gabriel, engelennamen dus. De dorpelingen zijn heel nieuwsgierig naar ze. Victor is een beetje een afstandelijke man, heel erg op zichzelf, komt namelijk zijn huis uit. Die dorpelingen zijn nieuwsgierig, die willen weten wie die kinderen zijn, waar is hun moeder, waarom is die niet bij ze, wat is er met die kinderen, want ze zien er een beetje raar uit. Dus die vragen zich voortdurend van alles af. Op een gegeven moment gaat een van de mensen uit het dorp, een gepensioneerde lerares, gaat werken in het huis van Victor Hoppe als kinderoppas. En dan richt ze daar ook een klaslokaal in en ze gaat die kinderen lesgeven. En die kinderen zijn inderdaad wel heel vreemd, maar ze blijken ook heel erg slim. Ze leren heel erg snel. Het tweede deel van het boek gaat over Victor's jeugd. Een hele eenzame jeugd, een verschrikkelijk verhaal eigenlijk. Hij wordt dus geboren met een hazellip. Zijn moeder die keert zich helemaal van hem af, die wil daardoor niets van hem weten. Zijn vader kan ook niks met hem, die heeft niks met hem en die stuurt hem op een gegeven moment het klooster in als klein jongetje waar hij dan opgevoed wordt. Zijn vader die is ervan overtuigd dat hij een debieltje is, dus dat label krijgt Victor ook opgeplakt. In het klooster blijkt uiteindelijk dat hij helemaal niet debiel is, hij is hartstikke slim, hij kan heel goed leren. Het is wel een vreemde jongen. Dus hij is heel erg op zichzelf en kan moeilijk contact maken met anderen. In de loop van dat tweede deel lezen we dan hoe het verder gaat met de carrière van Victor, met zijn wetenschappelijke carrière. Hij studeert medicijnen. We lezen hoe hij op een gegeven moment een enorme fascinatie krijgt voor het scheppen van leven. Daar gaat hij eigenlijk veel verder in en daarin ontspoort hij ook op een gegeven moment. Hij gaat zich richten op biomedische wetenschappen, hij wordt vruchtbaarheidsarts. Ja, en dan slaat hij een beetje aan het experimenteren eigenlijk. Hij gaat experimenteren met het klonen van muizen en uiteindelijk ook met andere dingen. In het derde deel volgt dan de ontknoping van het verhaal. Dan vallen alle puzzelstukjes op hun plaats en dan horen we ook hoe het precies zit met die kinderen en hoe het daarmee afloopt. Ook dit boek gaat dus weer over ethische kwesties in de medische wetenschap. Hè. Onder andere hoe ver kun je gaan, mag je gaan in het scheppen van leven, in hoeverre kun je daarin ingrijpen. Eigenlijk staat in dit verhaal religie tegenover wetenschap. Religie is met name voor Victor heel belangrijk. Hij heeft, toen hij in zijn jeugd doorbracht in dat klooster, een hele eigen opvatting opgedaan over God en over de Bijbel en over Jezus. En eigenlijk wil hij beter zijn dan God. Vandaar ook dat hij zich gaat bezighouden met al die kloonexperimenten. Spannend boek dus, alle details kloppen, hartstikke tof geschreven. Ik vond het ook heel mooi dat het verhaal zich afspeelde in een dorpsgemeenschap. Een kleine, beetje benauwde dorpsgemeenschap van Wolfsheim. Waar geloof en bijgeloof heel erg dicht bij elkaar staan. En je hebt aan de ene kant heb je dan die
de warmte en de geborgenheid en de burenhulp binnen zo'n dorp. En aan de andere kant natuurlijk de angst voor alles wat anders is en de angst voor het vreemde. Ik vond dat een prachtige omgeving, een heel passende omgeving voor dit verhaal. Goed, dit waren de drie Victors waarover ik wilde vertellen vandaag. Ik zal er nog eentje noemen, nog één Victor. En dat is Victor Werker. Dat is de hoofdfiguur in deze roman, De Procedure van Harry Mulisch. Ook dit boek gaat over het scheppen van leven. Ik ga er hier verder niet zoveel over vertellen, of niks over vertellen eigenlijk, want ik heb het boek nog niet gelezen. Misschien dat er later nog een blog of een video over komt, wie weet. Ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Als je het een leuk verhaal vond, abonneer je dan op dit kanaal. Zou ik leuk vinden. Er komt nog veel en veel meer. Voor nu wens ik je in ieder geval weer heel veel leesplezier. Doei!